Hele goedenavond. Het is eindelijk weer koffietijd. En wat zal ik nou eens voor bij de koffie nemen? Een stukje chocola is lekker. Of een plakje cake. Is ook heerlijk. Nou, ik heb geluk dit keer. Cake en chocolade, dat zou helemaal te gek zijn. Dat komt mooi uit, want Milka heeft dat toevallig. Nou ja, toevallig. Eigenlijk een beetje toevallig, want het is er niet zo heel erg lang. Als je bij de Milka gaat shoppen, had je in het verleden wel eens, nou dan kon je er eigenlijk een eigen rot naar zoeken. Maar nu dus niet. Behoorlijk grote verpakking. Er zitten er helaas maar 5 in. Dus als je met z'n viertjes bent, ja, dan is het dus vechten om de laatste. En terwijl er makkelijk nog 2 bij kunnen, zo groot is die verpakking. Dus cake en chocolade. Een chocoladecakeje met een gewone cake. Met stukjes chocola en een chocoladevulling. Kan niet op. De zijkant. Aparte manier van openmaken. Handig. En ik zie in mijn ooghoek dat het zelfs melkchocolade is. Alpenmelkchocolade. Doe maar. Nog luxe zelfs. Wat doe ik eigenlijk raar? Oh ja, de achterkant. Nou, heel veel talen. Natuurlijk de ingrediënten en de calorieën. Dat is maar liefst 144. Het is 7% van de dagelijkse hoeveelheden. En 1 zo'n cakeje is 35 gram. Tja, het valt tegen, hè? Oh, dat is ook wel eens leuk. Kijk, dat moest ik ook even laten. Het is een pijner vergeten. 1 cakeje met een halve kiwi, neem ik aan. En een kop chocolade of een kop koffie. Ik neem aan dat het koffie is. Dat we het dan maar doen. Koffie houden. En dan heb je, dan kan je dus echt genieten. Als je pauze hebt. Ik weet niet hoe lang je pauze hebt, normaal gesproken, maar... Goed, toevallig komt het mooi uit. Ik heb kiwis gehaald. Kijk, verse kiwis. Ik ben ontzettend nieuwsgierig en ik heb een kop. Dan heb ik ook al klaarstaan natuurlijk, een kop koffie. Ja, ik moest even kijken, waar zou ik het gewoon openmaken? Hier maar dan. Toch, zoals het hoort. Ja, zie je wel, daar kan er makkelijk nog één bij. Kijk maar. Nou goed. Zo. Een klein stukje terug. Zo, dan staat er alles weer klaar voor. Tjonge jonge. Ja, meestal zijn dat soort cakejes ontzettend droog. Maar de vorm is wel grappig. Alsof het een heel klein cakeje is uit zo'n vorm. Grappig, maar is het ook lekker? Nou, dat valt een beetje tegen, de vulling. Niet zoals het plaatje, helaas. Goed, ik ga proeven. Oh ja, was bijna vergeten. Je moet even genieten, hè. Natuurlijk is dat leuk voor het plaatje. Maar goed, het gaat om de cake. Ik zeg net al, normaal gesproken zijn de cakejes nogal erg droog. Ja, dit ligt er een beetje tegenaan. Het is goed dat er een vulling in zit. Dat maakt het nog smeuig. Ik moet wel eerlijk bekennen dat deze, in deze Milka vorm dan, toch een van de betere is in de cakejes die je kunt kopen. In de losse cakejes, dat ik tot nu toe nog geproefd heb. Het heeft een lekkere smaak,
Dat zeker wel. Chocoladesmaak heeft het ook, maar niet echt overdreven. Dan zou je het echt voor de cake moeten proeven. Ik zal nog een klein hapje nemen. Nou ja, klein. Het is een lekker cakeje, niet echt speciaal, maar je kan wel proeven dat ze met zorg gemaakt zijn. Dat zeker wel. Chocola is, ja, is aanwezig, maar niet echt speciaal. Is het voor herhaling vatbaar? Momenteel wel, want deze cakejes zijn heel erg in de aanbieding. En ik bedoel ook heel erg... Heel erg dus. Moet u maar eens kijken bij de Xenos. Daar hebben ze in tegenwoordig. Ja, en voor die prijs laat ik het niet liggen. En is het ook zeker goed te doen. Dit was Clyde Jannes met een Milka cake en chocolade. Ik dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag.